Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken een tempura van mini peel en vis met anchovies mayonaise. Wat hebben we nodig? Water, mayonaise, anchovies, gist, uienpoeier, bloem, citroen, parmesan en peel en vis. We beginnen met ons tempura beslag. Dus we nemen het water, low water en de gist. En dat gaan we samenvoegen. Dus het water en het gist hebben we mooi gemengd. Nu nemen we onze bloem. Doen we een kommetje. Daar voegen we ons water en ons gist aan toe. Afkruiden met een klein beetje zout. Dan gaan we mooi losroeren. Het tempura beslag die gaan we nu afdekken met plastic folie. Dat gaan we nu laten rusten gedurende een uurtje. Nu gaan we onze anchovies mayonaise maken. Dus we hebben hier een basis, mayonaise basis. Op basis van eieren en olie. Het receptje dat hebben we al eens gemaakt in de vorige aflevering van First Class. Vindt u terug op firstclass.tv. Dus we nemen de keukenrobot. We doen onze mayonaise erin. Dan hebben we hier onze anchovisjes op olie. Dan nemen we onze geraste parmezaan. Wat citroensap. Nu gaan we alles mooi gaan mixen tot een gladde mayonaise. Dan nemen we mengkom en een fijne zeef. Dan nemen we een spuitzakje. We gaan alles mooi in een spuitzak doen. Nu nemen we ons tempura beslag. Je ziet, ons tempura beslag die is heel mooi gerezen. En nu gaan we mooi onze inktvisjes door het beslag halen. Mooi afdoppen. Dan gaan we mooi frituren. Voilà. Onze tempura's die zijn mooi goudbruin. Die gaan we nu eventjes laten rusten op vetvrij papier. We gaan ze kruiden met zout. Inktvis die gaan we afwerken met wat limoenrasp, poeder van ui. Dan nemen we onze anchovies mayonaise. Spreiden we een mooi dutje. Dan doen we wat uienpoeier erop. Dan gaan we mooi onze tempura van mini peel inktvis met dip van anchovies. Dat is een ideaal aperitief hapje. First Class. Zeker lekker. Tot de volgende keer en smakelijk.